Nou, we zijn nu op school. En zijn al een tijdje aan het werk. Heel goed aan het werk. Proeven? Ja. Nou, ik ga even de woorden vragen. Ik weet precies hoe dit werkt. Oh, waar gaan we heen? Ik zie niks. We komen net uit de Joker. Zoals ik gisteren zei, heb ik dus nu een bril. En ik heb de opdracht dus nu af en ik ben echt super pro. Ik vind die bril echt... Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben met mijn zusje. Hey, oh! ik zie hem niet uit. Ik heb gespeeld met mij toch, maar ik zie hem helemaal niet uit. Het is al 19:30, maar ik heb het heel erg geslapen en niks gedaan. We zijn nu brownies aan het maken. Wat is dit voor ding? Ja, je moet ze maar zo doen. I know. Het is wel echt, ziet er wel lekker uit. Ah, lekker. Waar is die boter gebleven? Die is echt verdwenen. Ja. Gesmolten. Dat is zo raar. Hey, die gort. Oh my god, kijk mijn hoofd. Nee, kijk die van mij. Ik lijk wel een Jos. Ben je ook? Zo, een beetje overbelicht maar. Oké, maar... Oh, we hebben zo lekker brownies. En we hebben net tacos gegeten. Maar ik heb dus heel erg nog niet gevlogd, want... Dubbeldekkers. Ja. Maar ze waren over de datum. Ja, maar ze waren wel lekker. Maar ik had dus vanochtend rijles en daarna had ik hoofdpijn gekregen. Ik krijg trouwens deze week ook mijn bril daarvoor. En, maar toen was ik dus in slaap gevallen en toen heb ik video geëdit en toen kon ik ze wel eten. Dus nu zijn we brownies aan het maken. Ja. Heb je er wel zin in? Ik heb toch een honger? Nee, maar dat moet er gewoon weer over. Oh, ik wil even dat proeven. Oh nee. Hele vinger. Ah! Zo lekker. Oh. Goeie. Ik zie er echt niet uit. Het lijkt wel zo'n... Nou, dit was het. Je moet boter, mix en water. Nou, makkelijker kan het niet. Oké, nu moet het hierin. Heb je zo'n ding? Ja. Dit is het lekkerste gedeelte van de hele video. Wacht, je ziet niet goed. Ja? Nee! Jawel. Ja. Oh, zo lekker. Ik moet met links het vast. Hoe is dit dan? Wat? Kan je filmen met dit aan? Ja, kan dat niet bij jou? Nee! Echt niet? Nee. Ja, ik kan filmen met flits aan. Ja, we hebben de brownie en Love Island. Het is zo lekker en warm nog. Ja, echt zo vers uit de oven. Oh. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik moet zo meteen naar school toe. Ik had eigenlijk om 9:30 les, dus nu 11:30. Maar ik kan me verslapen, dus oepsie. Ik heb, wacht, ik laat even hier zien. Een lekkere oversized trui aan. Met dit tasje en legging en deze schoenen. Maar ik ga nu even naar beneden. Ik ga eventjes wat eten. Ik heb nu trouwens die ketting om van Isabel van La Bella. Echt een super leuke ketting en ze staat echt super leuk bij mijn outfit ook. Dus check echt de website, want ze hebben echt zo leuke dingen voor echt gewoon die grote webshops ook hebben. Maar dan gewoon dezelfde kwaliteit en veel betere prijs. Dus ja, is echt top. Als je trouwens mijn vorige vlog niet gezien hebt, zijn deze kettingen van Isabella haar webshop. En jullie kunnen via mijn code SARA15 50% korting krijgen op deze superleuke sieraden ook nog eens. Dus dat is superleuk. Ik krijg het echt zo leuk afgeleverd in zo'n zakje. En ja, zoals ik al zei, is de prijskwaliteit echt... Nou, dat kon je gewoon niet beter krijgen. En ja, deze ketting is volgens mij 12 euro of zo. Nou, dat is echt niet duur voor een ketting. En ze hebben echt superleuke dingen allemaal. En... ja, ik zal het gewoon sowieso even checken. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Om dan kun je het zien. En op mijn Instagram heb ik er ook een post van. Dus dan kun je ook naar de Instagram van de webshop toe. Ja. Ja, ik ook. Hoe heet je kat? Bo. Heet je kat? Bo. Leuk voor Bo. Nou, we zijn nu op school. En we zijn al een tijdje aan het werk. Heel goed aan het werk. Op Adobe. Nee, op Adobe. Lekker theetje. Lekker. Oh, zin in.
Ik moet hem even eruit halen, anders wordt hij zwart. Het is zwart. Sowieso, heb jij nog suiker over? Kijk, hij opent hem weer niet. Ik had twee suikers. Heb je twee suiker erin? Nee, oh. Ik had twee suikers gevangen. Ik ga even die van mij kijk, laten zien. Kijk, die is wel mooier, hè? Ja, dan hoef je daarna. Ja. Dan die. Die, had ik helemaal ja. Uit de, die heb ik helemaal uit de hand getekend. Ja? Ja. Letjes. Of tomaat is het. Dit ben ik aan het tekenen en ik heb vanaf nu toe dit. Wauw. Echt stom eigenlijk dat ik met die gezichten heb. Waarom heb ik dat gedaan? Maar je kan toch de gezichten niet tekenen? Ja, maar dat heb ik nu al gedaan. Veel te veel. Maar het is toch wel leuk. Ik zou zonder gezichten doen. Ja? Ja. De doelgroep is volwassen. Ik wil naar verdieping. Vijf? Ja. Ja, leuk voor de vlog. Heel leuk voor de vlog. Oké, we zijn even aan het wachten op Marel, want die heeft nu een soort vergadering met de opleidingscommissie. We gaan hierna lekker eten bij Happy Italy, hè? In Benno. Vanavond gaan we lekker bij Happy Italy eten. En naar de film, naar de Joker. Maar, het gaat echt wel heftig zijn, hoor. Ja, meneer. Gordon. Gordon. Wie is Gordon? Nou. Oh, oh nee, zit er daar iemand? Nee, dat ben jij. Oh, meid. Gordon, je weet, je gewoon van Gordon en Gerard. Ja, Gerard en Gordon. Jolie. Jolie, heet Gerard. Gerard Jolie. Maar hoe heet dat? Heet dat Gerard en Gordon? Gerard. Gerard Goor. Ja. Maar in ieder geval, hij had hem opeens gezegd, slechtste film ooit. Ik ben uit de zaal gelopen, bla bla. Maar mijn broer, mijn oudste broer, was er gisteren bij ons thuis. Ja. En die zei dat het echt heel goed. Ja, mijn nicht was ook, dat je, het is echt een space film. Dat je denkt, wow. Ja, heel en dat je heel erg medeleven krijgt of zo voor die Joker, zei ze. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik wou heel graag in. Maar we gaan naar een Dublin. Dolby. Oh, Dolby. 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 Zaal. Dolby. En dan kan je dus lekkerder zitten of zo. Ik had dus een filmpje gekeken van Pathé. Toen ze vertellen wat het was. En daar zeiden ze dus, het is een mooier beeld. Oh. Dat de kleuren lijken. Shit, ik vind het echt kut dat ik mijn bril niet heb nu nog. Ik heb echt hoofdpijn. Ja. Maar het is geen, oh, maar beter het een beetje vooraan. Want anders kon ik het niet lezen. Ja, het schuilt goed. Maar dat, het geluid was beter. Maar het geluid zou echt om je heen zijn. Oh ja. Voor of zo. En de stoelen dus. Oh, ja. En een zwart interieur, dat was ook een ding, maar... Okay. Nou, leuk. En ik heb echt honger. Ik heb alleen nog maar die brownie op vandaag. Healthy life. Ja, wow. Oh, joh. We zijn gezellig bij Happy Italy. Kijk hoe leuk het is erbij. Ja, zal ik even ruiken? Ja, ja, ga je eens even proeven? Nee hoor. Oh, echt kijk hoe leuk het slaat. Ach. Oh, dat ruikt wel gewoon als op naar wijn. Wil je proeven? Ja. Nou, ik ga even een woordje vragen. Ik weet precies hoe dit werkt. Ja? Letjes. Dat is roos. Oh nee, dat leek wel dicht. En dan ga je kijken of je gaat huilen. Wat is huilen? Dan laat je sporen achter, maar dat doet hij niet. Ik heb een gorgelen. Een beetje zuur. Oeh. Het is heel zuur. Ja. Maar het kan wel. We hebben toch geen andere keuze. Dat ging deze nemen. Maar misschien komt het wel omdat ik hem heel erg in gorg. Ik vind hem wel gewoon lekker. Oh, ik vind deze, hem ook echt deze prima. Drinkt wel lekker weg. Ja, deze dus drinkt wel lekker weg. Ja, lekker. Top. Oeh, het ziet er echt wel uit. Oh, kijk hier. Oh, we kunnen hier eten halen. Yes. Ik ook. Nou, met dit vlees. Wajo, waar gaan we heen? Ik zie niks. Oh, wacht. Oh, wat is het eind? De deur is dicht. Nee, je moet open doen. Oh, maar straks worden we geschrokken of zo. Ja. Nee, mag ook niet. We van die popcorn. Waar ligt onze plek? Je moet eigenlijk zitten. Hoe je het ook noemt, je proeft het in ieder geval. Zo, nou, die lag het bleek net spel. Ja. We komen net uit de Joker. Het regent wel mooi. En dat was zo een rare film. Ja, maar op het begin. Ja, maar even eerst, ik snapte er niks van. De eerste half uur dacht ik, oh, ik ga echt janken. Zeg maar niet omdat ik het per se heel zielig vond. Ja, ja oké. Niet zo snel dan. Oké, ik vond het wel een leuke film, maar ik spaced hem helemaal. Ik snapte er helemaal niks van. Ja. Hier is het. Maar
Hier is het. Oh, AD. Ik dacht gewoon, waar wijs je naar? Nee, maar ik denk, ik vraag me dus af of dat geluid zo altijd zo heftig ja. is. Of dat het echt komt omdat we in zo'n Dolby ja, zaten. Ik vond nee, dat was Dolby, dat was Dolby. Maar ik vond het wel heel heftig. Ik vond het eigenlijk helemaal niet chill. Nee, nee. Ik vond het tijdens de film wel prima. Oké. Maar bij die voorstukjes... Het heeft hakken aan. Die voorstukjes waren wel echt heel... Ik voel meteen mijn oren piepen. Ja, ik ja. vind het in de film ook wel heel heftig. Ik ben wel doof. Ja. Hey, maar ja, op zich wel een aanrader, alleen misschien het is wel van films houdt. Ja, hele heftige film. Ja, het is niet echt zo'n effe leuk. Zo'n effe horrorfilmpje. Ja, maar het is ook geen horror. Nee, het is echt geen horror. Echt een thriller. Het is echt, ja. Ja, maar jelle, ja, het is moeilijk. Ja, nou, maar we zijn er nu al bij Rembrandt geweest. Zo. Waar zijn we nu dan? Ja, ja ik heb het liefst ook zo. Het is bij ja. die. Zie je dat bordje rondvaart? Daar is het. 1 minuut lopen. Nou, oké, hoi. Aanrader, maar je moet wel. Van houden. Van houden, ja. Maar ik vond het wel leuk. Maar ik snapte er niks. Nee, we gaan zo uitleggen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. En ik heb zo meteen een sollicitatiegesprek voor mijn stage bij het tweede bedrijf. Ik kan ook nog bij een derde bedrijf solliciteren, maar het lijkt me allemaal iets te veel. Dus ik ga dan kiezen tussen deze twee. Dus daar moet ik heen. Ik heb verder geen school. Ja, dus dat. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Nou, het is lekker overbelicht. Maar deze trui. Met dit tasje en de broek en deze schoenen. Oké, ik zit nu op de fiets en het is echt zo fucking koud. Maar de zon schijnt wel. Maar ja, dat is wel in ieder geval beter. Maar ja, ik hou niet van de kou. Oké, het is inmiddels avond en ja, het was eigenlijk een hele rare drukke dag. Ik had namelijk een stagegesprek en het was echt super leuk. Het was echt heel positief. Ik hoop echt dat ik daar stage mag gaan lopen. En daar ben ik toen blijven lunchen, dus uiteindelijk was ik iets van 3 uur thuis. En toen heb ik heel even aan school gezeten en toen kwam Bo bij mij alweer langs. Toen hebben we samen even gechilled, even... Ik ben naar de jacuzzi geweest en zo. En toen ging ik avondeten en toen ben ik weer aan school gegaan. Dus ik heb helemaal niet ja, echt een soort van bij nagedacht of gedacht om te vloggen. Dus sorry, ik zie er nu ook niet uit, maar ik ga naar mijn bed toe. In ieder geval, het was echt een geslaagde dag. Het sollicitatiegesprek was echt super leuk. Nou, het was meer een soort kennismaking sollicitatiegesprek. En ja, het was echt top. Het was echt een super leuk bedrijf. En ja, ik hoop echt dat ik daar stage kan gaan lopen. En ik krijg een lamme arm. Maar het is nu woensdag en ik krijg het begin volgende week te horen. Dus nou ja, we gaan het zien. En ja, ik ga nu gewoon lekker slapen. Want ik ben echt doodmoe. Oh ja, trouwens. En ik heb mijn bril. Maar dat laat ik morgen wel even zien. Want ik ga nu echt slapen. Het is vandaag donderdag. En ik moet zo meteen naar school. Zoals ik gisteren zei, heb ik dus nu een bril. Vooral voor autorijden, lezen, voor een les en zo. Nou, zo ziet het eruit. Ja, ik vind het zelf echt verschrikkelijk. Ik vind het echt heel kut eigenlijk. Maar ja, het moet maar. Weet je, ik heb liever gewoon dat ik alles kan kijken en geen hoofdpijn krijg. Dan dat ik elke keer als een mogel bij loop. Want ik zit altijd zo te kijken van, ik kan niet lezen. Maar ja, in ieder geval, zo ziet het er dus uit. Dus jullie kunnen me vaker gaan zien met een bril. Als ik heel erg hoofdpijn heb. Of als ik... op school zit en dat soort dingen. Ik ga zo even laten zien wat voor outfit ik aan heb. Deze broek, deze laarsjes. Ja, het is allemaal niet zo bijzonder. Ik vind het zo gek. Ik herken mezelf gewoon echt niet. Heel kut, maar ja. Nou, ik zit nu in de trein. Ben onderweg naar school. Ik had dus vorige keer altijd dat microfoontje. Zo maak ik wel tegen de trein. Dus je hoort het allemaal super slecht. Maar... nou ja, ik ben dus onderweg naar school en ik heb echt 1 uurtje, dus ik ga echt voor saus. Oké, ik ben inmiddels thuis van school en ik heb een pokeball met zalm gehaald. Want daar had ik echt super zin in. En ik had nog zo'n kleine sojasaus liggen, dus die ga ik er ook bij doen. En ik moet nu even snel de vlog editen en die online zetten. En ja, dat moet ik even snel gaan doen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag alweer vrijdag. Oh mijn god, de week gaat zo snel, dat is echt niet normaal. Ik kom zoals je ziet net uit de douche en ik ga denk gewoon zo laten opdrogen.
Want in mijn vorige vlog had ik aan jullie gevraagd wat jullie ervan vonden. En iedereen zei van nee, het is juist mooi en een beetje volume. Want ik stel het dus altijd, maar ja, dus eigenlijk misschien helemaal niet nodig. En ik heb echt helemaal geen krullen, maar het is gewoon een beetje slag, een beetje wat meer volume. Maar daar irriteerde ik me juist altijd een beetje aan dat het niet helemaal recht was. Maar ja, misschien is het eigenlijk wel gewoon heel leuk. Ik twijfel of ik mijn bril op doe, want ik ben op zich niet echt met hoofdpijn. Wow. Deze lijkt het beeld ook veel scherper. Maar ik merk echt dat ik hem heel veel opdoe, want ik kan het gewoon echt niet zien. Het is echt heel erg. Ik wist echt niet dat ik zo blind was, zeg maar. Er gaat een hele wereld voor me open, jongen. Ik begin er steeds wel wat meer aan te wennen, maar ja, ik weet niet. Je ziet jezelf natuurlijk gewoon in een bepaald beeld en het is gewoon heel erg wennen. Want je, ja, voor jezelf ben je natuurlijk altijd een soort kritischer als voor een ander. En iedereen zegt om me heen van nee, het is echt leuk en dit en dat. Maar ja, voor jezelf ja, is het toch altijd net anders. En dan kan iedereen zeggen wat hij wil. Maar als je zelf denkt van dan gaat het echt niet uit je hoofd. Maar ja, ik moet gewoon even aan wennen. En ja, ik doe even een luchtje op. Zo. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Het aan van de Fila volgens mij. Deze broek, dit is zeg maar hier leer. Dat is zeg maar aan de voorkant leer. En aan de achterkant is het zeg maar stof. Als je het kan zien. Oh, die licht kan je zo goed zien. En dan deze schoenen eronder. En dan moet ik nog even een jas erbij kiezen. En nou, ik ga nu even mijn bril afdoen, want ik moet zo weg. En op de fiets is het natuurlijk helemaal niet handig. Zo, ik kan echt, jongens, dat is echt niet normaal. Wat een, hoe slecht, ik zie echt zo slecht. Het beeld lijkt nu echt fucking wazig voor mij. Maar nu lijkt dit echt heel scherp. Oké, doei. Trouwens, ik heb volgens mij 2 vlogs geleden jullie zeg maar laten zien over een schoolopdracht. En dat ik in Illustrator dus dingen moest maken. En ik heb de opdracht dus nu af en ik ben echt super proud. Want hij is dus af en ik ben echt super trots op het eindresultaat. Ik zal jullie even laten zien. Het eindresultaat geworden. Het is een infographic. Dus ik heb een artikel geschreven over de ontwikkeling van veganisme in de huidige maatschappij. En dan moest ik zeg maar visualiseren. En het is eigenlijk zeg maar zo een soort tijdlijn. Nou ja, dit is hem dus geworden. Ik ben er echt super blij mee. Ik ben er echt trots op. Ik vind het van mezelf dat ik het wel goed gedaan heb. En ja, ik moet zo meteen weg. Het is nu 12 uur bijna. Ga ik naar school. Ik heb echt maar 1 uur. En dan, dit was dan mijn laatste les van dit blok. Dan heb ik volgende week vakantie. Nou, heel leuk. Vakantie gaan leren. Want daarna heb ik 2 weken lang tentamenweek. Ook heb ik maar 3 tentamens. Dus slaat ook weer nergens op. Maar tentamenweek. En daarna begin ik met mijn stage. Daar heb ik wel echt heel veel zin in. En ik hoop dat ik stage kan lopen. Bij het bedrijf waar ik laatst gesprek mee had. Maar dat krijg ik volgende week te horen. En ja, trouwens, ik wil nog waarschijnlijk een video maken over zeg maar mijn opleiding. Hoe mijn opleiding in elkaar zit. Doe dus creative business voor de mensen die weten. Dus ja, als je dat leuk vindt, laat even weten in de comments. Nou, ik ben nu op school. Ik loop perfect weer zo. Nee. Ja, en we gaan nu, zijn nu een beetje aan het leren. Aan de dingen aan het maken. En ik ben haar hele infographic aan het maken. En we gaan nu even M&M's halen. Ik vind die bril echt. Nee. Nou, zoals ik jullie laten zien. Oh, kan ook een ster. Er zit mijn infographic. En dit is nu die van Ans. An. Dus opa. Ja, dit is wel iets anders hoor. Heel leuk, heb ik gemaakt. En dit moet even binnen de lijntjes. Leuk, en Marel. Ook heel leuk. Heel sarcastisch. Nee. Helemaal niet. Kijk hoe mooi dit helemaal. Oh, wat is dit een kutpanne. Nou, dank. Dank u. En we hebben, dit was echt het meest gore ooit. Niet kopen in je leven. Ja, of minder water. Ja. Dat kan wel. En dit hebben we lekker mee. Leuk wel. Oké, het is inmiddels wat later. En ik heb even wat gegeten. En ik ben nu thuis. Oh my god. Ik heb dit gesloopt. Ik ga nu even mijn nagels lakken. Want het is natuurlijk nu ADE en ik ga naar het festival Mystic Garden X Doggy Yard. Dus ja, daar heb ik echt super veel zin in. Ik ga het ook natuurlijk vloggen. Maar daarvoor wil ik dus mijn nagels verlakken. En ik denk dat ik het in het wit ga doen.
Maar aan de andere kant ga ik deze blauwe blouse aandoen. En zomaar zo knopen. Dus misschien is het ook wel leuk om iets van een blauwe kleur te doen. Is het een beetje hetzelfde blauw? Nee, totaal niet. Maar die kleur is op. Nou, dan doe ik gewoon wit. By the way, maar het ziet er echt niet uit. Het komt echt net uit een knot. Maar ja. Oké, het is inmiddels zondag. Gisteren is niet in de week gevlogd. Zaterdag, dat ik naar het festival naar ADE ging, is dit niet in de week vlog. Dit komt omdat ik hier een aparte vlog van gemaakt heb. Omdat voor als mensen bijvoorbeeld gewoon alleen dat stukje willen zien, hoeven ze niet heel mijn weekvlog te kijken. Ik heb deze weekvlog al geëdit en hij was al ongeveer 20 minuten. En ik dacht, als ik daar ook nog dat aan mij moet toevoegen, dan wordt het wel een hele lange weekvlog. Dus vergeet zeker die niet apart te checken. Dan is het natuurlijk ook weer zondag. Ik heb daar niks gedaan. Ik was echt heel moe. En ik heb echt helemaal niks gedaan. Dus je hebt echt niks gemist vandaag. In ieder geval, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Als je mijn weekvlogs leuk vindt. Vergeet daarom ook niet om mij te abonneren. En de notificatiebel aan te zetten. Dan krijg je altijd een melding binnen. Als ik een nieuwe video plaats. En hoef je dus geen video meer van mij te missen. Vergeet ook niet een reactie achter te laten. En me te volgen op Instagram. Dit is namelijk Sarah Verwoerd. Dan wil ik je oprecht bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik vind het super leuk om te zien hoe jullie allemaal mijn berichtjes sturen. Reacties. Duimpjes hoog geven. Nou, natuurlijk naar de vlogs kijken. Ik vind het echt super leuk. En ja, dat waardeer ik echt heel erg. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je de volgende keer weer.